Tante Corrie, u had een hele goede moeder. Ja, dat hadden we ook, ja. Ja. Ja, maar het meest moest dag en nacht voor ons werken natuurlijk. Want we kregen niks van steun en zo. Want mijn vader was weggegaan. De bakhalen wel lukt, en dat zeggen wij altijd, maar dat is natuurlijk niet zo. Want hij ging naar Amerika. Dat was in 1915, hè? Ja, in 1915 ging hij weg. Toen was ik 8 jaar. En toen zei die mevrouw, mijn kinderen vergeet ik nooit. En toen was hij 1 jaar weg. Toen schreef hij een brief. Jij gaat jouw weg van me op. Ik ga mijn weg wel op. De kinderen komen buiten mij wel groot. Hij heeft het tenminste altijd voor ons moeten werken. 'S Morgens om 6 uur moest ze op kantoor wezen. Tot 9 uur. En dan ging ze van 9 tot 5 weer bij mij ontwerken. En dan ging ze van 6 tot 9 weer door naar kantoor. En dan was ze om 9:30 thuis 's avonds. Nou, dat was het mens gewoon uitgevloerd. Dat kon niet meer. Hè? En dan waren wij natuurlijk altijd aan ons lot overgelaten, hè. Want wij moesten eigenlijk voor de kleintjes zorgen. Want ik moest die 2 's morgens naar het 7-cent-schooltje brengen. En dan moest ik zelf hardlopen naar school. En dan kwam ik weer terug uit school. Dan gingen we naar de eetzaal om 12 uur natuurlijk. En dan ging ik weer alleen naar school. Maar als het 4 uur was, dan moest ik die 2 kleintjes weer halen. En wij vergaten ons jongste broertje wel eens. Nou vertel ik weer een ander verhaal, hoor. Want wij speelden graag op straat en dat konden we niet. Hè, omdat wij altijd op het kind moesten passen. Ja, en dan hadden we natuurlijk die kleine kinderen er nog bij. Ik was 8 jaar, mijn zusje was 9 en dan had ik een broertje van 5. Ja, en een eentje van 9 maanden. En dan was er nog 3 maanden in verwachting dat hij wegging. Dus het was zo. Ja. Schoolkleren kregen we. En dan moesten we klompen, hè? En dan zwarte kousen met rode randen en jurken met hele grote rode bloemen. Daar durfde ik niet mee te lopen. En als ik dan van de buren of zo kreeg, een blouseje of een truitje of een rokkie, kijk, dan ging ik wel weer naar school, maar ze kon me slaan wat ze wou, maar ik ging met die schoolkleren niet naar school, hoor. Dat deed ik niet. Nee, hoor, dat deed ik niet. Ik wou het niet gewoon. Ik voelde mij niet in gekleed. Ik kon ze niet aan die schoolkleren. Echt niet. Echt niet. Ik kon ze niet aan. Andere kinderen droegen ze wel, maar ik kon het niet. Daar was ik te trots voor. Ik denk dat ik het van mijn vaderse kant had. Dat heb ik nog, de trots voor. Want ik doe altijd wat anders aan, moet je horen. En ik hield niet van huishoudelijk werk. Dus ik was, ja, mijn zusje was natuurlijk een paar jaar ouder ziek. En die zet mij wel eens achterna met de mattenklopper, hoor. Dat ik werken moest. Ja, is waar. Dat kreeg ik op mijn donder. Maar ik deed het niet. Ik deed het gewoon niet. Ik hield er niet van huishoudelijk werk. Als moeder dan thuis kwam, dan keek ze na wat jullie gedaan hadden. Ja, want als we de vloer moesten boenen van haar, dan ging ze in de hoekjes kijken of we het goed gedaan hadden, hoor. In de trap ook, hoor. Dan ging ze kijken of we het goed. En als het niet goed was, moesten we het overdoen. Ja, hoor. Het inkomen dat uw moeder verdiende was te weinig om van te leven. Ja, en te veel om te sterven. Daar konden we toch niet van komen. Dat was er altijd een vrouw in de Vinkerstraat. Die bracht altijd een bord eten, 's avonds, weet je wel. En dan kregen we er allemaal een beetje van. Dus, en konden we weer even voort, hè. Mijn moeder was katholiek, hè. Maar was met een protestante man getrouwd. Maar toen mijn vader wegging, ging ze weer aan haar geloof natuurlijk, hè? Dat kan wel nagaan. En toen kwam er eens een van de Vincentius thuis, dat is ook een van de kerk. Toen kreeg ze 2 bonnetjes om brood, voor brood. Toen zei ze tegen mij, ga jij dit brood maar halen? Maar dan gaf ze me een heel klein tasje mee. Dan moest ik naar het Blauwstraatje, dat was achter de Gravenstraat. Maar ze gaven me zo'n klein, en toen kreeg ik 2 hele grote broden mee, waar de leng nog in zat, hoor. Maar ja, dat ging er niet, dat hadden wij op. En die stakken buiten dat tasje uit. En ik schaamde me dood. Ik durfde er niet mee te lopen. Ik zei, waarom kan je mij nou zo'n klein tasje meegeven? Ze zei, ja, weet ik dat van die grote broden zijn. Nou ja, we waren blij dat we ze kregen. Hè? Ja, ze ging wel eens naar de Lommerd, hoor. Ik moest ook wel eens naar de Lommerd, hoor. Vaak genoeg. Ah, want als ze wat uitgewassen had en er was wat knaps bij. Dan ging ik naar het keldertje op de Lindegracht, weet je wel. En dan moest ik het wegbrengen. En dan zei ze,
vraag 70 centen. Dan zei die kerel 60. Ik zei, nee, mijn moeder heeft gezegd 70 centen. Nou, dan kreeg ik 70 centen. Dan konden we weer wat halen, weet je wel. We hebben het altijd heel, heel arm gehad. Want, ja, wat hadden we? Een tafel, een oude tafel en een stoel. En met het wasbord erop, want er zat nog een gat in. En de wasketel en een potkacheltje meer hadden we niet. En dan sliepen we met z'n vijven in de bedstee. Ja, en weet je wat er ook bij was? Ik plaste altijd in mijn bed. Ja, wij noemden het anders hoor. Maar, en dan ging ik op dat droge plekje, op dat natte plekje liggen. Dan denk ik bij mij, dan is het morgenochtend weer droog. Maar dat was niet zo. Want dat heb ik wel tot mijn 13e jaar gedaan hoor. Ja. We hadden ook geen kleden op de grond, niks. We hadden gewoon een kale vloer. Want als we eten gingen, dan hadden we een krant op de tafel. Dus, bij wijze van tafellaken? Ja, dat was vroeger toch zo. Je had nooit, je had niks. Je was blij dat je het leven had. Wel. Maar ja, het was ook zo. We gingen zaterdagavond met z'n vijver in de tobbe. Wie er het eerst in ging, dat was natuurlijk het lekkerste. En dan, wie het laatste, ja, dan moesten we met z'n vieren in de bedstee. En dan kleden ze ons helemaal nakeld uit. En dan kregen we een reep van er. Dat kregen we zaterdagavond wel, omdat we natuurlijk ons goed gewassen moest worden. En dan maakten ze een lijntje in de kamer. En dan wassen ze ons goed uit. En dan kregen we het zondagsmorgens weer schoon aan. Dan zeiden wij, krijgen we een boterham, of een sneetje brood, zeiden wij hoor. Wij zeiden altijd een sneetje brood. Zeiden we, krijgen we een sneetje brood. En dan zeiden we, er zit niks op. Zeg ze, nee, boter zit erin gebakken. Dat zeiden ze altijd tegen ons. Dan moesten wij zo die droge snij brood opeten. En heb ik nog eens een verhaaltje gehad. Ik moest eens twee broden halen, hè, zaterdagavond bij Ceres in de Oranjestraat. Toen gaf ze me twee dubbeltjes mee en een portemonneetje. Maar ik sta zo voor die bakkerij en er komt er een vrouw aan die zegt, moet jij een boodschap doen? Wil jij even voor mij een boodschap doen? Ik zeg, ja, ik moet twee broden halen, het is al 9:30. Toen zegt ze, nou, ga even hiernaast vragen of de buffer even naar beneden komt. En geef mij je portemonneetje dan. Dus ik ga naar die Eenhoog aanbellen, maar er woonde niemand. Er woonde niemand, want ik zat die trap opgelopen. En toen kwam ik naar beneden, zeg. En toen is die vrouw weg met mijn twee dubbeltjes. Met mijn portemonneetje. En toen ben ik gaan huilen. Toen kwamen er mensen voorbij. Toen zeggen ze tegen mij, waar sta je nou om te huilen? Ik zeg, ja, dan vraagt een vrouw aan mij of ik even die buffer wil waarschuwen of ze naar beneden komt. Maar er woonde niemand. Ik zeg, nou, heb ze mijn portemonneetje nog meegenomen met twee dubbeltjes ook. Want je kreeg voor 9 centen een brood en een kaartje, weet je wel, een dubbeltje. Bij Ceres. Toen hebben ze allemaal een percenten gegeven. En toen kon ik gelukkig twee broden halen. Zo hebben wij altijd geleefd, want ze had geen geld. Wat zei uw moeder toen u thuis kwam? Ja, ik kreeg om zo de mythe erbij. Als ze zegt, ja, had je portemonneetje niet af moeten geven. Ik zei, ja, die vrouw vraagt het aan mij. Dus ik was nog zo stom als een eend. Dus ik gaf dat portemonneetje aan die vrouw. Hoe oud was u dan? Nou, was ik misschien een jaar of 8, 9. Ik weet niet meer hoe oud of ik was. Dat is al zo lang geleden. Maar ik had toch wel twee broden, hoor, toen ik thuis kwam. Hoor, ja. Hadden de mensen bij elkaar gelapt? Ja, allemaal aan 1 cent en 2 centen. Toen kreeg ik nog twee dubbeltjes bij elkaar. Twee broden met een kaartje kon halen bij Ceres. We gingen op de rij staan op de hoek van de Rijnstraat voor brood. Weet je wel? En hadden we een politieagentje. Dat was een jodenmannetje. Ja, dat was echt waar hoor. Die heette Kleine David. En die moest voor ons staan om ons tegen te houden. Maar toen ging die bakkerswinkel open. Dan neem je allemaal een run op die bakkerswinkel. Dus we liepen Kleine David ondersteboven. En dan vielen we allemaal bovenop. Dus Kleine David die zat helemaal onder die vrouwen, weet je wel. Ja, wij waren nog kinderen hoor. Want ik weet nog wel dat ik kopvlees moest halen. Op de Halemaplein bij Kerkeling. En dan moesten we 's morgens om 4 uur al zitten hoor. Dan gingen we elkaar aflossen. Maar zoals met dat brood. Nou, daar ging Davidje, ach god, die haalde die arme stakker. Want die lee onder ons. Dus die was blij dat hij weer bevrijd werd. En wij vlogen allemaal die. Dat moest je kopen hoor, dat brood. Dat gingen we niet plunderen hoor. Dat moest je gewoon echt kopen. Maar ja, er stond zo'n lange rij. Dus je wou allemaal het eerste wezen voordat hij uitverkocht was.
Zo was dat verhaaltje. U ging ook een keer een meisje in de Willemstraat ophalen naar school. Ja, dat was Marietje. En dat waren die woonde op de, helemaal achteraan op de Willemstraat bij de Lijmersgracht. En dan ging ik daar naartoe. En toen waren die oude versalingen woonden aan die kant. En Marietje woonde aan die kant. Maar ik moest even wachten dat ze gegeten had. En toen kwam die dochter van oude versalingen, Nel. Die kwam naar buiten. Die zegt, moet je een sneetje brood met leverworst? Ik zeg, ja, lekker. Toen heb ik het sneetje brood met leverworst van de gehad. Nou, dat was gewoon een gebakje voor mij. Dat vond ik zo zalig dat ik dat gehad had. Dus die ouderwetse leverworst van Toon van Salingen. Nou, dat was wat hoor, in die Jordaan. Dat was de beste wie er was hoor. Want Cor, u werkte bij een vrouw in de straat. Ja. En dan mocht ik daar zure ballen in pakken. En dan kreeg ik wel eens een boterhammetje van haar, weet je wel. En toen moest ik een keer een pond zuurkool halen, maar ik had zo'n honger. Toen heb ik altijd van die zuurkool gegeten. Toen kwam ik terug. Toen zei ze, dat is geen pond zuurkool. Dat was Bos in de Oranjestraat, oude Bos. En toen zei ze tegen me, je moet terug, want dat is geen pond zuurkool. Maar ik dorst niet terug. En ik ben toch maar teruggegaan. Ik zeg, die mevrouw zegt, dat is geen pond zuurkool. Hij zegt, nee, dan begrijp ik dat het geen pond zuurkool is. Maar jij hebt ervan gegeten. Ik zeg, ach, doet u er alsjeblieft een beetje bij. Want dan anders durf ik niet meer naar die mevrouw terug. Nou, het heb je er een beetje bij gedaan, Bos. En toen ben ik naar haar teruggegaan. Nou, toen was het wel goed, hoor. U had zo'n honger? Ik had honger, ja. En daarom at ik al van die zuurkool. Ja. Jullie hadden ook een keer een Sinterklaasfeest. Ja. Dat was mijn broertje. We waren op thuis een kerk of op school. En die had een paar netselschoenen van de, weet je wel, die ze vroeger hadden. En die had die van, ook van de steun gehad. En toen moest hij naar het Sinterklaasfeest. Maar ik kon op die klompen toch niet naar het Sinterklaasfeest. En toen moest hij gauw naar huis komen. Want hij had van 5 tot 6 en ik van 6 tot 7 Sinterklaasfeest. En dan deed ik die 2 netselschoenen aan. En dan holde ik. Dan had ik nog een blouseje gekregen van een buurvrouw. En een groen dingetje, dat deed ik eroverheen. Want als je vroeger een blouseje en een trui over elkaar had, dat was armoede. Maar nou dragen de mensen het gewoon, dan vinden ze het prachtig. Maar dat was vroeger niet hoor. Waren die schoenen u niet te klein? Wel, nee, dat trapte ik wel in. Waarom niet? Als ik mijn schoenen aan had. Hè? Want ik moest weer hardlopen naar huis ook op die 2 netselschoenen. Want ik dorst met mijn klompen niet naar het Sinterklaasfeest. Ja, ik was al te laat hoor, maar ja. Dat mijn vader wegging, dat heb ik je toch al verteld. Dan ging ik de bak halen bij Lup, zeiden we maar zo hoor. Maar dat ging naar Amerika. Mijn moeder zei altijd, we doen de deur niet op slot, want als je vader terugkomt, dan kan hij erin. Hij is nooit meer teruggekomen. Hij is nooit meer teruggekomen. Ik kan me niet begrijpen wat af mijn moeder zegt. Nooit naar een man te kijken, ze zijn allemaal even slecht. Maar om een man te haten, ze zijn mij te ideaal. En ik liet mijn moeder praten, want ik stoorde me niet aan zulke taal. En wat maakt een vrouw haar hart gerust? En dat is alleen een mannenkus. En wat maakt een vrouw haar hart gerust? Dat is alleen een mannenkus.